Hey, hallo, ik ben Eduard, Eduard de Boer, reputatiecoach. Ik krijg vaak de vraag hoe je de podcast kunt beluisteren in Stitcher, op iPhone of op Android. Ik laat het je vandaag zien in deze instructievideo hoe je kunt abonneren op de reputatiecoaching podcast in Stitcher op de iPhone. Dus laten we even overschakelen op Stitcher. Start de Stitcher. En wat je dan doet, je gaat zoeken even door te klikken op het vergrootglaasje en je typt in reputatie. Klik op zoek. Dan zie je reputatiecoaching. Klik je op. En dan ben je erop geabonneerd. Dan kun je eventueel op luisteren door op listen te klikken. Als je nu teruggaat naar het hoofdscherm en je kijkt naar je favorites, dan zie je dat daar reputatiecoaching podcast aflevering 124 staat. Je kunt er dan ook voor kiezen om hem eventueel offline te kunnen luisteren. Dan klik je op listen later. En dan gaat hij hem downloaden. Je ziet ook bovenaan in het scherm zie je dan verschijnen downloading 1 of 1. En dat loopt dan. Vanuit de voorpagina gaan we naar Listen Later. Dan zie je de podcast. Je klikt nog een keer op de podcast. Als je dan links klikt op dat plaatje, dat puntje met die streepjes, dan krijg je alle afleveringen van de reputatiecoaching podcast. En zo kun je eventueel ook nog oudere afleveringen downloaden door ofwel op Listen Later te klikken. Dan download je ze voor later gebruik. En klik je op Listen, dan download je hem als streaming. Zo simpel is het om je dus te abonneren op de reputatiecoaching podcast in Stitcher. Ik hoop je snel te kunnen verwelkomen als luisteraar. Bedankt. Tot snel.